Het educatiecentrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, heeft vanmorgen een open dag gehouden. Het thema was beroepsgerichte informatie voor VOJ en VOS'ers. Volgens Halima Poussa, onderwijsmanager van het AZP, is deze open dag georganiseerd voor beide onderwijsniveaus. Maar in het kader van de start van de opleiding operatiekamerassistent wordt er meer gefocust op VOS-studenten die geslaagd zijn en interesse hebben in de zorg. En we beginnen in oktober met een operatieassistentenopleiding. In dat kadertje meer ook om te kijken om dus meer potentiële kandidaten aan te werven. Hebben we dus daarom gemeend om de mensen te benaderen met wat informatie. En dan te kijken dat je je groep kan selecteren. Oké, wat is het thema van deze open dag? Nou, het is om jongeren bewust te maken van de zorg. De kwaliteit van de zorg, hoe dat verbeterd kan worden met hun medewerking. En hoe zij dus zich verder kunnen professionaliseren binnen de zorg. In de zin van als ze een middelbare schoolopleiding hebben afgerond of een MULO-schoolopleiding hebben afgerond. Dat ze dus ook binnen de zorg een bijdrage kunnen leveren. Poussa was enorm verrast met de opkomst van het aantal bezoekers bij de open dag. Ze geeft verder aan dat het educatiecentrum AZP andere opleidingen aanbiedt dan het COFAP. Ze zegt verder dat het educatiecentrum met deze open dag naast het verschaffen van informatie ook het tekort aan personeel wil opvangen. We willen naar buiten toe gaan. We willen bekendheid geven aan opleidingen die het Academisch Ziekenhuis aanbiedt. We willen de mensen bewust maken van hoe ze zich verder ook nog op andere fronten kunnen ontwikkelen. Je hoeft niet alleen naar de ADEC te gaan. Of een econoom te worden of maatschappelijk een psycholoog of noem maar op te worden. Maar er zijn ook andere opleidingen die binnen de zorg ook kunnen. En eigenlijk die mindshift te brengen bij de mensen hebben we gemeend om dus een open dag te organiseren. U zult gemerkt hebben, u zult het ook zien op Facebook dat er een change is coming in het Academisch Ziekenhuis. We zijn keihard bezig met verbouwingen, vernieuwingen binnen de zorg, binnen het Academisch Ziekenhuis. En om die vernieuwingen gestalte te geven, moet je personeel hebben. Een van de grote punten die we hebben is de operatiekamer. De operatiekamer wordt uitgebreid, we gaan dus meer operaties kunnen aanbieden. En daarvoor heb je manschap nodig. En vandaar dat we echt beginnen in oktober met de operatiekamerassistenten. Want je moet personeel hebben. Dat was Halima Poussa, onderwijsmanager van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP. Ze sprak vanmorgen tijdens de open dag van het educatiecentrum van het AZP. Het ziekenhuis start in oktober met de opleiding OK-assistent. De open dag is gehouden op het terrein van het educatiecentrum AZP aan de Vluestraat, precies naast COFAP.